Wijnand, jij zit nu op 3, begrijp ik. Ja, en jij? Ik zit op NPO Radio 2. Oh, zit ik. Ja. Maar ik heb net, want je kan de man wel uit 3FM halen, maar je krijgt 3FM niet uit de man. Nee, dat hebben we gemerkt. Ja, heb je verzoekjes gekregen? Want ik schijn weer 3-3-3 gezegd te hebben in plaats van 2-2-2-2. Ik zie alleen maar hits binnenkomen, dus geen oude lullenmuziek, hoor. Nee, maar dat is natuurlijk een... er komt er eentje binnen. Ja? Nee. Welk is het? Want dan kunnen we er meteen aan voldoen en... Dit wordt lachen. Ja, ja. Containersong van Henk Wijngaard. Nou ja, ik vind het eigenlijk een hartstikke goed nummer. En ik weet ook dat de zoon van Henk Wijngaard, die had ooit een ander beroep ook, die begon ook te stelen. Toen kwam Henk Wijngaard nu met zijn nieuwe single. Ik heb mijn wagen volgeladen. En iets met een truc. En hij is een beetje op dat vlak blijven hangen. Maar ik kijk wel of ik daar nog naartoe kom. Maar wil je even het nummer? Wie heeft het aangevraagd? Want ik denk dat je het uit je duim zuigt. Nee. Hoor erop. Containersong van Henk Wijngaard. Is dat Henk Wijngaard? Maar het is Henk Wijngaard. Ja. Met het oog op het Truckers Festival. Niet dat ik erheen ga. Ik ga naar Plopsaland en de Efteling. Ook mooi. Ik weet dus niet van wie. Maar het is dus een echte. Ik lul toch niet? Ja. Ik zou toch durven liegen tegen jou? Ja, nou. Ik heb je er nog nooit op betrapt, maar het zou kunnen. Nee, dat nou, niet. Oké, dan zit niks anders op dan. Wil je dan nog een hip plaatje aankondigen, Ruud? Ja, Ruud, sorry. Ja, ze komen allemaal aan de beurt hier deze week, hè? Dan moet je die vormgeving even uitzetten op de achtergrond, dat het stoort. Ja. Je bedoelt Henk Wijngaard? Ja. Ja. Wat ga jij dan draaien nu? Gewoon een hip plaatje. Oh, nou, met een klassiekertje, hoor, van de Rappers. Ja, dit wordt alleen maar irritant. Het is 3FM Rap Radio, 3FM!